Nee, je hoort nu nog niks. Sorry, even kijken. Geluid delen. Hoe kan ik nou het geluid? Hoe kan ik nou het geluid opnemen? Nee. Nee, ik niet in hoe ik het geluid van iedereen kan stilzetten. Maar goed. Oké. Geen probleem, als iedereen zelf dempt, dan hoeft dat, dan is het ook oké. Ja, precies. Oké, mensen. Welkom, we gaan beginnen. Vorige keer hebben we het gehad, en daar gaan we het nu weer verder mee, over de strijd de letters van het alfabet. Wie met welke letter dus de Torah zou beginnen. God speelde als het ware een puzzelspel. En iedere letter die kwam aan de beurt. En de eerste letter, dat was de taaf, hebben we vorige keer gehad. En dat is de omgekeerde volgorde. De taaf kwam als eerste letter. En ja, daar hebben we vorige keer over gehad. Dat die taaf het woord emet, waarheid vormt. Maar God zei ja, maar jij zit ook in het woord meet. Als je de alef weghaalt, dan hou je meet is dood over. Dus jij bent niet geschikt. En zo ging die naar Sheker, naar de Shin. Daar zit Shalom heen. Daar zit Shaddai in. Shalom van vrede. Shaddai, almachtige God. Ja, zegt God. Maar bij jou, je bent weliswaar mooi. Je draagt de vrede. En een groot hart toe. En je naam draagt de vrede in zich. En je naam, de Shin, hoort bij Shaddai, almachtige God. En Shaddai is ook een afkorting van Shomer de Latot Yisrael, beschermer van de deuren en huizen van Israël. Dat staat op onze mezuzah, op het gebedsrolletje op de deur. Maar jij maakt ook deel uit van het woord sheker. En sheker betekent leugen. Dus dat lijkt me niet verstandig om de wereld met jou te scheppen. Aan de andere kant, de Shin maakt ook deel uit van het woord kesher. En dat betekent band. De band van de tefillin, van de filacteriën of gebedsriemen, die ook God ook draagt. En ja, dus je hebt ook goede eigenschappen, maar beter dat jij verbonden blijft met het woord kesher, met band, en niet met sheker, met leugen. Nou, want de shin, de kuf en de resh, die hadden we vorige keer gehad, die vormen het woord sheker, is leugen, leugen. En het woord kar, wat in sheker zit, dat betekent kou. En dat vertegenwoordigt de andere kant, de negatieve zijde. En aan de andere kant hebben we het woord kesher, de knoop van een gebedsriem, kesher tefillin, hera le anaf, die liet hij zien aan de bescheidene, aan de nederige Mozes. Toen God langs Mozes trok, toen liet hij alleen zijn achterkant zien, waarop Mozes waarop de 13 midot, de 13 eigenschappen van compassie, door God werden voorgedragen. Adonai, El, Rachum, Veganun, Erge, Gapaim, Waarafgezet, Wemet. Dus El, God, Koning, Rachum, de barmhartige, Ganoen, genadige, et cetera. Dat zijn die 13 midot, die 13 goede eigenschappen. En een beeldenis van God stond op deze manier Mozes voor ogen. Dan gaan we verder. God gaat puzzelen met die letters. Rav Hamanuna, de oudere, zei. Dus Rav Hamamuna Saba, dat is de oudere, Amar, die zei: Ashkegan, Atwan, Behipuga. De letters gingen in omgekeerde volgorde, kwamen bij de troon van God. En hoe weten we dat? Er staat namelijk geschreven: Bekatmita, Uruwatar. Ze gingen eerst de ene naar de andere, kwamen omgekeerde volgorde. Hainu bara lewatar. Want eerst zien we dat er staat bereshit bara, dus twee keer de beet. En daarna staat pas Elohim, de alef van Elohim, et. God schiep et, alef en taaf, het alfabet. Hij maakte dus de letters. Voordat God de wereld wilde scheppen, en waren die letters nog verborgen gedurende 2000 jaar. En God speelde als het ware met die letters en keek ernaar zoals een kind met een puzzel speelde.
Nou, dan krijgen we de letters kof en reis. Die maken deel uit van het woord sheker. En dat is een van de redenen dat deze letters, dus met deze letters, niet de wereld geschapen werd. De letter Shin, die bestaat uit een, we hebben vorige keer ook gehad, uit een drie verticale strepen en een horizontale balk. Die horizontale balk vertegenwoordigt dat een leugen altijd wel een tikkeltje waarheid bevat. En, die, hè. En aan de andere kant, die drie verticale lijnen van de Shin, dat zijn Avraham, dat is het. De metafysische schaal van liefde. Yitzchak, de metafysische schaal van Gwura, dat is kracht, sterkte. En Yaakov, dat is de middenschaal, dat is Tef'eret, de vereniging van die kracht, van die Gwura. En de Geset, de liefde, dat geeft Tef'eret, is kracht. De letters Kuf en Resh zijn te zien aan de andere kant van de Shin. En die vormen dus de negatieve kant. En, maar deze twee letters moeten kunnen blijven bestaan. En daarom wordt de Shin hieraan toegevoegd. Zodat zij de woordcombinatie Kesher vormen. Dat is knoop of band die tussen deze drie letters ontstaat. En toen de Shin zich realiseerde dat hij onmisbaar was voor de letters Kuf en Resh. Toen verdween hij voor de troon van God. En hij trok zich terug. Ik ga hier even snel doorheen. Want daar hebben we het vorige keer over gehad. En dan krijgen we de Tzadeh, de tzadik, die bestaat uit een noem. Kijk maar, en dit is de noem. Hier is die noem ook te zien. Die is wat schuin naar voren gebogen. En de joed, de goddelijke joed, de wil, de ratson van God om de wereld te scheppen. Dus de joed wordt bij die noem toegevoegd en dan krijg je de tzadeh. En uiteindelijk zegt God, ja, je bent tzaddik, je bent een rechtvaardige letter, maar ik heb jou nodig omdat jij de noem moet ondersteunen, anders zal die vallen. Hè? Nafal is vallen met een noem geschreven, dus het tzaddik zorgt ervoor dat door de toevoeging van de yud, van het goddelijke element, dat uiteindelijk die noem niet valt. De P. Ja, jullie zien hier de P, die heeft een omgekeerde joet in zijn mond. Dat is eigenlijk een slang die zich schaamt voor zijn zonde en het hoofd buigt, zoals hier ook. En de P komt van het woord pesha en dat is zondaar. Dus de P is als een slang die zijn kop in omgekeerde goddelijke letter joet verbergt in zijn lichaam. Hè? De slang die, en daardoor valt de P als het ware weg. En de Zohar zegt dan ook, weliswaar, ja, de Zohar die zegt dus dat de reden is dat de P als het ware een misdaad in zich draagt. Aan de andere kant, de Ayin, dat is de letter, hè, die komt daarna, dat is de letter die de Avon, de Avon, dat is de zonde bij zich draagt. Aan de andere kant ook Anava, dat is bescheidenheid. Maar deze twee letters, die hebben te veel positief, maar ook negatief kanten, dat God besluit om de wereld niet met de P of de Ayin te scheppen. Dan komt de Samach, hebben we vorige keer gehad. De Samach ondersteunt eigenlijk iedereen die valt. Kijk maar naar Psalm 145, vers 14. Dan zegt koning David, die zegt, Someg Hashem l'chor anoflim. De eeuwige ondersteunt. Someg is ondersteunen. Met de Samach begint dat. Ondersteunt l'chor anoflim. Alle die vallen. We zokev l'chakafufim. En richt op allen die, met, die gebogen zijn. En richt die hun weer op. Dus die Samach is nodig om de gebogenen, degene die gevallen zijn, weer op te richten. Dat is ook de reden dat de noem van Noveel, vallen, die komt in het acrostiefgrond van Psalm 145. Psalm 145, die bevat 21 versen. En het alfabet, het Joodse alfabet, bevat 22 versen. Waarom maar 21? Omdat het de noem is weggelaten. De noem van vallen. En de Samach die ondersteunt als het ware de noem. En dat is ook de reden
Dat de Samach die ondersteunt de wereld en haar bewoners. Zonder haar zou iedereen vallen. En ja, dus Olat et Samach. De Samach die kwam dus voor de troon van God. En hij zei, Heer der werelden, Niga Kamach, le Mivrewi, vind je het fijn? Ik hoop dat u het fijn vindt om de kosmos te scheppen met mijn letter, met de Samach. De Ishbi Shemiga, want ik, met mij betekent eigenlijk het woord ondersteuning, Nalavlim, voor degenen die vallen. Want dat is geschreven in Psalm 145, namelijk Somega Shem Lechohanovlim. God steunt allen die vallen. Amarle, en God sprak tegen de Samach, al daarom, ant tsarich la atrach. Daarom moet je daar blijven. We latazus mine, en moet je je niet verroeren. I at nafik me atreeg, als jij, uit het, als het ware, uit de volgorde der letters verheven zou worden doordat met jou de Torah begint. Matehe alaihu, wat zou er dan met al die andere letters beginnen? De inu nefilin, die zouden vallen. Ho'il we inu shemiginia leeg, en jij ondersteunt hen. En dat begreep de Samach miyat nafka mekame, en hij verdween onmiddellijk voor Gods troon. Ja, we zien de letter noem, dan zegt Amos het volgende, Navla lotasif kum betulat Israël. De maagd Israël is gevallen en zal niet steeds kunnen opstaan. Dus als die Samach er niet is, dan kan het Joodse volk zich niet opnieuw oprichten. En zij is verspreid over de aardbodem, dat Joodse volk. Er is geen mens om haar overeind te helpen. En dat is de reden dat David de noem niet noemt in Psalm 145... waarvan elk vers met de opvolgende letter van het alfabet begint, maar de noem wordt overgeslagen en die wordt bewaard voor alle mensen die verspreid over de wereld in ballingschap leven. Somega Shem Legohanoglim. God ondersteunt allen die het moeilijk hebben in ballingschap en hij richt hun als het ware weer op. Dan hebben we de letter noem, die schept op, daar hebben we vorige keer over gehad, en hij citeert de Exodus. Uit Shemot, hij zegt, mi kamogo bij Elim Adonai, wie is er gelijk aan u onder de machtige eeuwige, mi kamogo, wie is als u, Ne'edar, begint met een noem, Ne'edar, machtig, Bakodesh, in zijn heilige plek, Nora, ook weer met een noem, u bent machtig, Telot als Hefele, om door een mensenmond geprezen te worden, terwijl u wonderen verricht. Dus de noem schept op. Kijk eens hoe belangrijk ik ben. En u heeft mij alleen maar nodig. Maar aan de andere kant. De noem valt mensen schep op schepperij. Uiteindelijk van zijn voetstuk. En daarom. Hè, uiteindelijk zegt bijvoorbeeld de noem ook nog. Halleluja. Ki tov zamara Eloheinu ki na'im. Dus God. God is geprezen. Het is goed om voor God lofzang uit te spreken, Kinaim, want hij is fijn, hij is aangenaam, hij is prettig, Navatela, en zijn lofprijzingen die passen hem. Het woord Nava begint met een noen en Naim ook. En dus Noen probeert zichzelf op de borst te slaan om te zeggen, kijk eens God, je hebt mij nodig om de wereld te creëren. Maar uiteindelijk trekt de noem zich terug omdat hij weet dat hij door de letter Samach ondersteund moet worden, want anders zal hij uiteindelijk vallen. Dus ook de noem komt niet in aanmerking om uiteindelijk daarmee de wereld te creëren. Nou, uiteindelijk komt dan in omgekeerde volgorde de letter Mem aan de beurt. Even wachten. Even kijken. P, kaf, lamet, mem. Ja. Olat et mem. Vervolgens komt de mem die komt voor de troon van God te staan. Amre kameribon alma. En wat zegt hij? Hij zei tot hem, meester der wereld. Nige kameg lmifegibi alma. Mogen het wel gevallig in uw ogen zijn om de wereld met mij, de mem, te creëren. De bi
Itkarit Melech, want door mij, door mijn letter, wordt u Melech, Melech koning genoemd. Amarle, en vervolgens zei God tot de letter Mem, Hagi hu Abai. Ja, dat is inderdaad zo. Aval, maar, lo evribach olama, ik zal de wereld niet met jouw letter als begin creëren. Lama, waarom? De olmo itzrich lemelech, omdat de wereld, de koning, mij God nodig heeft en daarom heb ik die Mem nodig en toe atraf. Ga daarom terug naar de plek waar je staat. Ant velut de halo la ot le olma le mekom belamelech. Want het is niet juist dat de wereld zonder koning geschapen wordt. Dus die mem wordt teruggestuurd naar de plek waar die vandaan kwam. Dan krijgen we eerst een vers uit Jesaja. Dat gaat over de kaf. Wat voor een ellende de kaf kan veroorzaken. In het vers van hoofdstuk 10, vers 23 van Jesaja staat het volgende. Ki gala, want, begint met de kaf, ki, want, gala, kaf is, de kaf, ki, betekent een beperking, hè? Dat is een beperking, want, de kaf, die gala, die richt verwoesting aan, wanneer geratsa, en totale annihilatie, verdwijning, Adonai Elohim Tsevaot, veroorzaakt door de God die bedient zich met de kaf om een destructie te brengen over de wereld. God met zijn heilige heerscharen. Oh, sorry. God met zijn heilige heerscharen die veroorzaakt als het ware totale verdwijning van de mensen uit het land Israël. Osee bekerf haar aards, zodat die mensen te midden, die midden in het land zitten ineens verdwijnen. En Rashi die zegt, dat is natuurlijk een heel ernstige, een ernstige visioen van Jesaja. En Rashi verklaart dat als volgt, Kigala Wenigretza, dus, want verwoesting en totale verdwijning, dat verklaart hij als volgt, T.O.U. Jullie zullen zien, Shiakadash Borg, hoe een Ossedien, dat de heilige geprezen zei hij, dat hij rechtspraak als het ware veroorzaakt, dat hij recht spreekt, Ber Shaim, over de booswichten, we tignu, we tashugu elaf. Maar de bescheidenen en de nederigen, die zullen terugkeren tot God en die zullen als het ware gered worden. Dat is wat Jesaja eigenlijk suggereert in zijn profetie. En daarom is de letter kaf. Wat gebeurt met de letter kaf? Behahishata nagata kme kedamohi et meal kurte yikare is adwat wa amra. Dat betekent het volgende. Op dat moment kwam de letter kaf naar beneden en ging voor de troon van God staan. En die troon, die begon helemaal te schudden en te beven. En de kaf die zei, Ribon Olma, Heer der wereld, Heer van het universum. Niege kameeg, mogen het u wel gevallig zijn, Le mifre bi olma, dat u de wereld schept, de ana kwodaga, met mijn letter, want ik, ana, ik betekent kwodag, ik betekent kwodag. Het begint, ik ben uw glorie. Dus de letter kaf begint met het woord glorie. We gaat, maar op het moment dat de kaf, nagatat kat, op het moment dat de kaf neerdaalde voor Gods troon, mel kurse yikare, is dat zo matan elef olmim. Begonnen de 200.000 planeten die in het heelal zijn en gelijken op de aarde, die begonnen te schudden. En dus zelfs is dat a kursia, de troon van God, die begon ook te trillen. We kulhu olmim. En alle werelden is avadu limpal, die dreigden in elkaar te storten. Amarle kutsiborihu gaf. En de heilige geprezen zei hij, zei tegen de gaf,
O gaf, o gaf. Ma at avithaga. Wat ben je aan het doen op dit moment? De lo ivrei bach olma, want ik kan met jou het heelal niet scheppen. Toefla atrich de hobo kalia. Want het is zo dat door jou totale destructie veroorzaakt wordt, zoals voorspeld wordt in de profetie van Jesaja in hoofdstuk 10, vers 23. Kala, we negeratza is te ma. Want daarin staat vermeld dat God totale destructie zal veroorzaken te midden van het land, als jij je gang kan gaan. Toef le korsejach, waarei tamon. Op datzelfde moment, Bahishata, op datzelfde moment, nafkat me kamewe tawat le doegte, keerde de kaf terug naar zijn plaats die hem aangewezen was in het alfabet. Dan krijgen we de letter Yud. Aliyat et. Oh nee, dat hebben we gehad. Dat is de tet. Ja. Alat et Yud. Vervolgens steeg de letter Yud. Die steeg op. En die kwam voor de troon van God. En deze sprak tot hem. Ribon Olma, Heer der Kosmos. Niga kamegele mevrebi. Is het niet welgevallig voor u om de kosmos met mij te scheppen? De Ana. Sheruta de Shma Kadisha, want ik ben als het ware de eerste letter, hè, denk maar aan het tetragrammaton, begin met de Yud. Ik ben de eerste letter waarmee uw heilige naam begint. Ja? En Jaotlach, en dat zou dus prachtig zijn, le mevrei bi olma, dat je met mij als Yud de wereld creëert. Amarla, en de heilige geprezen, zei hij, die sprak tot de Jood, Dailach. Het moet voldoende voor jou zijn, de Antgakikbi, dat jij ingegraveerd bent in mijn naam. De Antrashimbi, en dat jij als het ware al mijn wensen, heel mijn wil als het ware omhelst. Ja, de Jood betekent ook in de Kabbalah de ultieme ratzon, de ultieme wens van God. Dus dat moet voor jou voldoende zijn. We gollere dili bachsali. Daarom ben jij als het ware dat jij al mijn wensen omarmt. Let ant jaot leet akara mishimi. Daarom is het niet juist dat de wereld met de Jood geschapen wordt. En daarom, want dan zou dat betekenen dat je uit mijn naam verwijderd wordt. Omdat ik met de Jood de wereld moet creëren. En dat was de reden ook dat uiteindelijk de letter Jood het hazenpad kiest. Dan krijgen we de letter Tet. Eleet et tet. Vervolgens kwam de letter tet. Amra, en die stond voor Gods troon en zei tegen hem: Ribon Olma, Heer der wereld, Heer van het universum. Kameh le mifribi Olma. Het zou aangenaam zijn, ik hoop dat het u welgevallig is, dat u de wereld met mij schept. Waarom? De ant bi it grief tof, want u wordt tof, met de letter tet genoemd. Vuyashar, en u bent als het ware oprecht. U bent goed en oprecht. Amarla, en God antwoordde, lo ivri bach olma. Ik zal de wereld niet met jou beginnen te scheppen. De ha, turoch, satim, begavach. Want je goedheid die moet bij jou verborgen blijven. Wetsafun begavach. En daarom is er over jou als het volgt geschreven. Hadahu dichtsief, bij jou is als het ware geschreven in de psalmen van David. Maraf toevega, hoe overvloedig is uw
Gods goedheid, asher tzafanta lere'ega, die je hebt verborgen voor hen die u vrezen. Ho'il veganit vegavanach let. En wegens uw goedheid is die goedheid binnen u verborgen. Gula kale olma dade anabae le mithre. En daarom is het onmogelijk, omdat die goedheid bij God blijft, is het onmogelijk dat ik de wereld met die tet schep. Ella beolma de ate. Maar jij bent voorbestemd, tof, voor de komende wereld, voor de toekomende wereld, die alleen maar goed is. Ja? We toe de al de toewega. Wegens jouw goedheid, die verborgen is, en als het ware in mijzelf verborgen is, zijn de poorten van, en de toegangspoorten van de tempel zijn op dit moment verzonken in de aarde. En zoals er geschreven is, Tov Eba Ares Sharea, de poorten van de tempel zijn verzonken in de aarde. Dat staat in de Megillat Ega, in de Klaagliederen in hoofdstuk 2, vers 9. Dus, we toe, en bovendien, de Get Ter Ede Hegala, de letter Get staat voor jou. En het woord Tet en Get vormt het woord Geet. En Geet betekent zonde. En daarom, Hadahu Dichtief, want er is geschreven in, daarom kunnen die twee letters, deze twee letters, die moeten dus, die kunnen niet voorkomen. Hè? De Tet en de Get, die vormen het woord Get is zonde, en die komen niet voor in de benaming van de 12 stammen van Israël. Die komen daar niet in voor. En op dat moment, toen de Tet dat hoorde, toen koos hij onmiddellijk het hazenpad en hij verdween. Dan krijgen we de letter Zayin, maar ik moet even een slokje water drinken. 1 seconde alsjeblieft. Nog ben ik weer. De letter Zayin. Alat Zayin. De letter Zayin die steeg op voor de troon van de eeuwige. Amara. En hij sprak Kamee bij die troon en zei: Ribon Olma, heer der kosmos. Niet Kamee, het zou u aangenaam zijn, Lemiv Rebi Olma, om met mij de kosmos te creëren. De wie natrin benayer shabbat, want wegens mijn letter, de zayin, houden uw kinderen zich aan de shabbat, omdat er geschreven is in hoofdstuk 20, vers 8 van Exodus, zachor, met de zayin, gedenk het yom ha-shabbat, de shabbatdag, le kadesho, om die te wijden. Amarla, en de eeuwige sprak tegen hem als volgt. Lo la ivre bach olma. Ik zal niet met de letter zayin de wereld creëren. Waarom niet? De ant it bach krava le garba. Want jouw letter is ook de vertegenwoordiging van oorlog en zwaard. Hè? Een zayin betekent niet alleen, dat betekent ook een gorba, een scherp, een zwaard. Dat is ook het voor. Dus jij bent de vereenzelviging met strijd en met oorlog. Ja? De shinena, we romacha. En dat is een scherp gepunt zwaard, een lans of een speer. De krawa, ke gavna de noen. Waarmee de mensen oorlog maken. En dat is een
als het ware een wapen. En dat wordt in het Hebreeuws uitgesproken met zayin. Miyat nafkat mikamei. En toen de letter dat hoorde, toen verdween hij onmiddellijk van voor Gods aangezicht. Na de letter zayin krijgen we de waaf en de he. Ik had geen tijd meer om dit op te schrijven, want wat gebeurde er? Ik kreeg een half uur geleden een telefoontje van de fraude helpdesk van ABN AMRO dat mijn rekening was gehackt. Gelukkig bleek het een oplichter te zijn, maar ik moest het een en ander doorgeven, et cetera, et cetera. Dus ik geef jullie een waarschuwing. Denk al mensen, word je gebeld door een meneer die zichzelf, hoe noemde hij zichzelf, Frederik Jansen noemt. Dat is een oplichter. Mijn dochter heeft het al op YouTube gezet. Dus denk erom, gewoon de hoorn op de haak gooien, want het fraudehelpdesk die zal jullie nooit op deze manier benaderen. Dus ga geen gegevens doorgeven. Dat is ook de reden dat de zaaien, de verwoesting en het wapen van de hacker, dat God die daarmee niet de wereld gecreëerd heeft, zou je in deze tijd kunnen zeggen. Dan gaan we met de volgende letter beginnen. Dat is de mem en de he. Sorry, de letters de waaf en de he. De waaf die kwam voor de God, de troon van God, en die sprak: Heer de wereld, is het niet aangenaam dat u mijn wereld, dat u uw wereld creëert met de, met mijn letter, de waaf? Want ik, ja, want wij, de letter waaf en he, die zitten zelfs in uw heilige naam. Denk maar aan de heilige naam van God, het tetragrammaton, yud he waaf he, daar zit de waaf en de he in. En God gaf als antwoord: jullie moeten tevreden zijn dat jullie in mijn naam zijn opgenomen, want jullie verschijnen in mijn naam. En jullie zijn ingegraveerd in mijn naam. Ik zal daarom de wereld niet met jullie creëren. Toen kwamen de letters Dalet en Gimel. De twee voorlaatste letters. Die kwamen voor de troon van God te staan. En zij beide beriepen zich en claimden aan God om de wereld met hun te scheppen. En het antwoord was God, van God was het volgende. Dalet betekent arm. En, maar vanwege het feit dat het Dalet arm is, van Dalut, dat is arm, armoede in het Ivriet, en de Gimel, die is als het ware iemand die goed is voor de Dalet. Voor de, het Gimel betekent namelijk Gemilut Chassadim, het tonen van liefderijke daden door aalmoezen te geven en door geld te geven of eten te geven aan arme mensen. Dat betekent dat de Dalet en de Gimel bij elkaar horen, omdat de Dalet de Gimel moet ondersteunen. En de Gimel kan het niet zonder de Dalet en de Dalet kan het niet zonder de Gimel. En daarom is de wereld niet geschapen met de Dalet en de Gimel. Dan blijven er naast twee letters over. De voorlaatste letter is de Beet. Olat Beet. De Beet kwam naar voren. Et Amrale. En die zei het volgende tegen God. Ribon Olma, Heer der wereld. Nige Kameg Mivribi. Is het niet aangenaam om de wereld met de letter Beet te scheppen? Die Bime Worgin lag. Want met de Beet spreken wij een zegenspreuk over u uit. Want de mensen beneden zeggen bijvoorbeeld: Baruch Ata Hashem, geprezen bent u, Baruch met de B, geprezen bent u God. Elke lofprijzing die door het Joodse volk wordt gezegd, begint met Baruch. Het 18 gebed bestaat uit 18 Berachot. 18 is een symbool voor Chai, voor leven. De letter B is de eerste letter van het woord Bracha. En de heilige geprezen, zei hij, die zei het volgende: maar natuurlijk zal ik zeker met jou de wereld creëren. En jij zal verschijnen aan het begin van de schepping van de wereld. En daarom zeiden alle aanwezige letters: Baruch Ata Bevoega.
Geprezen ben jij, beet die komt. Ubaruch ata betzeterra. En geprezen ben jij, beet, als je weer weggaat. Dus met de beet besloot God de wereld te scheppen. En alleen de letter alef, die bleef achter en werd niet genoemd. Kaime et alef la alat. De letter alef stond buiten en kwam niet binnen in het paleis van God. En kwam niet voor de troon van de eeuwige staan. Amarla kadosh baruch hu, de heilige gelooft ze hij, die zei het volgende. Alef, alef, lama les anta alat kamai. Alef, alef, waarom kom je niet bij mij het paleis binnen? Kol aswan amra kamai, en kom je niet bij mijn troon staan, als alle andere letters? Ribon olma. De letter alef antwoordde het volgende. Heer der wereld, begin de gatmena kol aswan nafkeman kamach belato alta. Heer van het universum, omdat ik zag dat alle letters u uiteindelijk verlieten, zonder dat u aan een van die letters toestemming gaf om daarmee te creëren, wat zal ik daar dan doen? Want u hebt als het ware al uw zegen gegeven aan de beet. En waarom zou ik mijn geliefde beet, die het woord Abba, vader, vormt, waarom zou ik die als het ware jaloers op zijn? Ik zeg alleen maar, ik ben bescheiden, in mijn bescheidenheid wil ik uw dienaar blijven, God. En u hoeft mij niet te gebruiken om de wereld te creëren. Daarom neem als het ware, neem mij mee en laat mij plaatsnemen in de volgorde der letters. De heilige geprezen zei hij, zei, alef, alef, hoewel ik de wereld niet zal scheppen met de alef, maar met de beet, zal jij de eerste letter zijn van alle letters. Want het is alef, beet, het alfabet. En uiteindelijk, als ik op de aarde zal komen en me zal openbaren, op de berg Sinai voor het Joodse volk en de hele wereld die mijn stem hoort, dan zijn, het is de eerste letter, de eerste onhoorbare letter die ik uitspreek, Anochi. Ik ben de eeuwige uw God, die u uit Egypte hebt gevoerd. Anochi, de alef. Nu weten jullie dat de alef niet uitgesproken worden. De alef is een keelletter. Maar met deze letter symboliseer ik als het ware dat daarin ook de godsnaam zit. Want de alef bestaat uit een waaf en twee joets. En de mens is als het ware een lopende alef. Kijk maar naar je beide voeten. Sluit je benen tegen elkaar aan. En ga je van je voeten naar je hoofd. Dat is de waaf. En je twee armen, dat is de joet en de joet. Jullie mensen zijn een lopende alef. Een lopend beeld van God. Jullie zijn naar mijn beeld en mijn gelijkenis geschapen. En daarom behoren jullie je goed te gedragen. De emet, de waarheid te spreken. Baruch tie, dan zul je gezegend zijn. Gemolat, tof. Dan zal het goede aan je geschieden. Delet potga. Dan zal de deur van het geluk en de rijkdom en de voorspoed geopend worden. Hashem imga. God zal met jullie zijn. Vatik yamim. De oude van dagen. Zayin begisa. De wapens zullen teruggetrokken worden. Get. De get, de zonden, zal nishba. Die zal, ik beloof het, als het ware nafal, die zal vallen en niet verdwijnen. En dat is de zegenspreuk die God uitsprak toen de letter alef, als het ware, gezegend werd door zijn bescheidenheid. En de wereld, die wordt uiteindelijk door wijsheid geschapen. Ik herinner me dat mijn vader, toen ik een jaar of vier was, mij Joods leerde lezen
En dan kreeg ik een boekje, dat heette Reshit Chochma. En dat betekent het begin der wijsheid. Zo heette dat boekje. En in de Zohar staat geschreven Reshit Chochma. Met wijsheid heeft God de wereld geschapen. En dat geheim wordt gevonden in het scheppingsverhaal. En het staat namelijk het volgende. Bereshit, het begin. Rabbi Judai Amar. Rabbi Juda die zegt, die vraagt het volgende. Mai Bereshit. Wat betekent eigenlijk het woord Bereshit? Begochma. Da Gochma de Olmi Kaima. Het betekent met wijsheid. En dit is de wijsheid waarmee de wereld geschapen is door het goddelijk aangezicht, de Zeer Anpin, zoals het genoemd wordt. En die wijsheid die liet ertoe dat de diepe en geheimen van God, dat die als het ware afdaalde naar Bina, naar de tweede metafysische schaal. En de vervolgens werden daaruit de zes richtingen gecreëerd, namelijk onder, boven, oost, west, zuid en noord. En vanuit die zes bronnen werden ook de rivieren geschapen, die als het ware de armen en benen vormen van het Zeir Anpin, die uit die zes voortvloeien. De zesde, dus Bereshit, betekent eigenlijk dat God bara, hij schiep, shit. Shit betekent zes. De zes letters van Bereshit, die schiep God. En ook de zes richtingen, die schiep hij. En hij schiep Shamayim, wat betekent ees, vuur en water. En Haaretz, hij schiep het land, de materie en de Ruach Elohim, de geest van God, Merachefet Apnei Hamayim, zweefde over de oppervlakte van het water. Dus hij, de lucht werd gecreëerd. Dus die vier elementen, die vormden als het ware de basiselementen. En Bereshit, dat heb ik vorige keer uitgelegd, dat zijn precies de 92 elementen van het periodiek systeem die door God gecreëerd werden. Even kijken. Zo, lieve mensen. Ik wou het woord aan jullie geven. Ik ben een beetje moe van het praten. En misschien zijn er mensen die wat te vragen of op te merken hebben. Ik ga even naar de chat. Want daar staat meestal ook nog even. Geert schrijft het volgende. De Sammig ondersteunt de Noem. Daardoor blijft waar uitgedrukt is, wordt je nes wonder. Even nadenken. Ja. Het woord noen en sammig vormt het woord nes, is een wonder. En daarom blijven wij als het ware bestaan. Doordat die sammig, door het wonderbaarlijke werk van de noen, blijft door het wonderbaarlijke werk van de sammig, van de ondersteuning, blijven wij die als het ware gevallen zijn bestaan. En kala is vernietiging, verdelging. Je ziet in het eerste woord waar je guru is, werden voltooid de eerste, de voltooid de hemel en de aarde. Ja, waar je gallen. Ja. Ja, mooie opmerking. Dankjewel, Geert. Goed, nog meer vragen? Even een slokje. Jacob? Ja? Jacob, ik heb, als het klopt, drie letters gemist in het hele rijtje. Namelijk de Ayin, de Lamed en de Get. Nog één keer, welke letters? De? Ayin, de Lamed en de Get. Even kijken, de Ayin. Even zoeken hoor. Even kijken.
De Ayin. Mem en Lammet. Ja, de Mem en de Lammet. De Lammet wordt genoemd met een Mem. He, de letters Mem. De letter Mem die kwam binnen ook voor God te staan. En je moet en die letter Mem zegt, je moet mij met de letter Mem de wereld creëren, want ik vorm het woord Melech, is koning. Toen zei God, ja, dat klopt wel zo, maar ik zal de wereld niet met jou scheppen. En ga maar terug naar je plaats met de lemmet en met de lammet en de kaf. Want die vormen samen het woord Melech, lammet en Mem. En dat is de reden dat die lammet bij die Mem hoort. Dus Melech. Dus de lammet en de gaf, die horen bij de Mem. En daarmee wordt dus als het ware die lammet genoemd. En welke letter had je ook niet genoemd? Had je ook niet gehoord? Dat was de Ayin, hè? Ja. Even kijken waar die staat. Ja. De Ayin, die wordt genoemd bij de letter P, de P van Pesha, dat is zonde. Denk maar aan die slang die je kop naar beneden hangt. De Yud is die omgekeerde. Dat is die omgekeerde Yud die in de P hangt. En de P betekent Pesha en zonde. En dan zegt hij. Even kijken hoor. Even kijken. En maar van de letter Ayin wordt in datzelfde hoofdstukje gezegd, dat betekent ook Avon, dat is ongerechtigheid of ook zonde. Dus de Ayin die wordt eigenlijk bij de P betrokken. Ja, verdedigt de Ayin zich nog, maar Anava betekent bescheidenheid. Maar toch zegt God, nee, ik zal niet de wereld met de P en ook niet met de A in scheppen, want het woord Pesha, P, Shin, Ayin, de Shin die deed al niet mee, maar P en Ayin, die vormen, met die twee letters wordt het woord Pesha gevormd, dat betekent zonde, dus ik zal de wereld niet met jou creëren. Is dat de antwoord? Ja, ja, oké, dankjewel. Graag gedaan, Annie. Nog meer. Nog één vraag. Annie en Arie, zijn dat broer en zus? Ja. Juist. Ja. Ja. Maar jullie wonen niet in dezelfde plaats, hè? Nee, nee. Waar wonen jullie dan? Ik woon in Noordwijk. En Arie woont? In Hazerswoude. In waar? Hazerswoude. Ah, oké. Ik begrijp het. Goed mensen. Nog meer opmerkingen, aanmerkingen. Ja, ik moest even zeggen dat Jacob, die is er vanavond niet bij. Want die heeft het heel druk met zijn zoon om te helpen in Winterswijk. Maar volgende week is hij weer van de partij. Ik heb nog een vraag in de chat gezet. Nou mensen, dan stel ik voor dat we... Ik ben een beetje moe geworden. Jullie zullen ook wel moe zijn van het luisteren. Neem het rustig in je op. Ik hoop dat het morgenochtend op internet weer staat in het YouTube-kanaal. En dan volgende week woensdag, met Gods hulp, zien we elkaar weer. Om 7:30 gaan we verder. Tot ziens en bedankt voor jullie aandacht. Hartelijk dank. Dag. Shalom. Dankjewel. Ab had een vraag, toch? Schuimpje. Ja, maar dat geeft niet. Ab had een vraag. Ab had nog een vraag, maar je hoorde hem niet. Oh, wat moest Ab dan? Zeg het maar. Die staat in de chat. Of het mogelijk kan zijn dat voor de zichtbare... Het wordt kala, voltooid, voorbij zijn, nee, ophouden, opkomen. We gaan lala vernietigen. Even kijken, waar je gal... Ja, waar je gal betekent beëindigen. En van Jesaja, even kijken. Die stam van Kaleel. Moment hoor.
Hoort u mij mogelijk nu wel? Ab vraagt of je hem nu hoort. Ja. Even kijken. Kigala. Die ja. laatste vraag was van Geert van der Bos en die daarboven is van mij. Maar dat geeft niet. Ja. Ja. Jaak, hij zegt dat de vraag die je nu behandelt is de vraag van Geert van der Bos en de vraag daarboven is de vraag van Ab. Maar hoor jij Ab als hij praat? Ja, ik hoor. Kan het zijn dat voor de zichtbare beet mogelijk onzichtbare Alf staat? De eeuwige die overal is, de onzichtbare en de wereld als een ruimte voor de mens wilde scheppen. Werkwoord. Hoe? Ja, dat is zeker zo. Er staat ook een Alf voor de beet, namelijk Perk Alf. Ja, ja denk eens aan het woord Abba. Ja. Abba is vader. Ja, ja, wat inderdaad met die Alef begint. En ook de weg van de mens door dit leven, ja. door het leven, uitdrukt. We komen ja, uit Alef in de dualiteit en gaan daar weer naar terug. Ja, dat is heel mooi. Ik zit even na te denken over wat Geert gezegd heeft. Ja, vernietigen en kala waar je gulu. Kom dan, ik moet er even over nadenken, Geert. Shakespeare zei het al. To be or not to be. Het dualisme. Wisten jullie trouwens dat Shakespeare Joods was? Nee. Nee. Echt waar? Nou, waarom zou hij dat nou niet zijn? Ik zal u zeggen hoe dat zit. De naam Shakespeare komt helemaal niet voor in Engeland voordat Shakespeare bestond. Terwijl de meeste mensen hebben toch een vader en een grootvader. Dus was hij een nieuwe emigrant. Dus nam hij een Engelse naam aan, maar zijn naam was Jacobo Spiro. Oké. Ja. En hij kwam uit Italië, uit een dorp wat heet Spiro. Oké. Jacobo Spiro, Shakespeare. Leuk. Nou. Grappig, leuk, ja. Oh. Nou. Hij heet de Sjaki Spier. Ja, heet de Sjaki. Sjaki Spier. Ik zit nog even te kijken of ik iets met opmerking van Geert kan doen. Ja. Nee. Dit moment niet. Sorry. Oké. Okay. Nee. Helaas. Goed, mensen. Oh. Dankjewel. Bedankt. Hallo. Een heerlijke sjoer. Heel bijzonder. Echt mooi. Bye. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Bye. Dag. Dag allemaal. Dag allemaal.